Ik ben Denise, neonatologieverpleegkundige in het Juliana Kinderziekenhuis. Op de afdeling neonatologie behandelen we te vroeg geboren baby's en zieke pasgeborenen. Vroeger wilde ik altijd al werken met kinderen. Tijdens een stage kwam ik in aanraking met couveuse baby's. Ik wist toen meteen dat ik mij hierin wilde specialiseren. En nu mag ik ouders ondersteunen in de zorg voor hun kind, tijdens een mooie, maar ook kwetsbare periode. Ik begin mijn dag met een lekkere kop koffie. Daarna bespreken we met het team wie welke patiënt verzorgt. Ik heb overdag meestal de zorg voor 3 kinderen. Het werk is heel afwisselend. Het ene moment is er sprake van een acute situatie en op een ander moment begeleid je de ouders bij het buidelen of bij het eerste badje van hun baby. Ik werk met veel verschillende disciplines samen. Onder andere met de verpleegkundig specialisten, artsassistenten, neonatologen, lactatiekundigen, oogartsen en radiologen. We hebben een hecht team en staan altijd voor elkaar klaar. Soms gebeurt er iets heftigs en dan is het fijn dat mijn collega's begrijpen wat ik meemaak. Hierdoor voel ik me gesteund. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid en humor. Het mooiste aan mijn functie is dat je het hele proces van opname tot aan ontslag naar huis volgt. In het begin van heel dichtbij en daarna steeds meer vanaf een afstand, omdat ouders dan zelfstandig voor hun kindje kunnen zorgen. Het is en blijft een bijzonder moment als ouders samen met hun kind naar huis mogen. Wil jij de opleiding tot neonatologieverpleegkundige volgen? Of ben je gediplomeerd neonatologieverpleegkundige? Kijk dan op www.werkenbijhaga.nl.